Nieuwe ROC-opleiding moet tekort aan doktersassistenten aanpakken. Veel huisartsen kampen nu nog met een patiëntenstop. ROC Nijmegen lanceert een BBL-opleiding tot doktersassistent in samenwerking met regionale partners om het tekort aan doktersassistenten aan te pakken. De eerste lichting is vorige maand gestart. De opleiding zou het personeelstekort en werkdruk van huisartsen verlichten. Ik werkte voorheen op een laboratorium en daar kwam een stuk sleur in. En ik zeg altijd, ja, je kledingstijl verandert een keer in je leven, je interieur ook. Dus ik had gewoon behoefte om een keer iets anders te doen. En ook dichter bij de patiënt. Ik was eerder indirect met de patiënt bezig, zag ik nooit. En nu sta ik echt aan de frontlinie en heb ik direct contact. Wat ik ook ontzettend leuk vind, omdat je alle lagen van de maatschappij ook tegenkomt. Ja. Diane is een van de 23 nieuwe toekomstige doktersassistenten. Zoals de meeste van haar medestudenten heeft ze haar huidige baan ingeruild voor deze BBL-opleiding. Ze zit niet elke dag in de schoolbanken, maar gaat vooral aan de slag in de praktijk. De druk is al hoog. Het animo en het verschilt natuurlijk van elke praktijk weer. Ik bedoel, als je in een dorpspraktijk is de druk of in elk geval het aantal patiënten vaak iets minder. Het afgelopen jaar leidde de hoge werkdruk tot aanmeldstops bij veel huisartsen in de regio. Nu werken huisartsen, Radboud UMC, UWV en ROC Nijmegen samen met organisaties zoals Neo Huisartsenzorg om personeelstekorten aan te pakken en om werkdruk te verlichten. Tegenwoordig heb je gewoon het regionale niveau nodig om problemen op te lossen. En anders ga je concurreren. Hè? Dan heeft het ziekenhuis eigenlijk een assistent nodig of de huisarts. Als je met z'n allen dat aanpakt. Dan kun je veel verder komen. En die samenwerking blijkt een succes, want er zijn veel mensen bereid om doktersassistent te worden. En de organisaties die huisartsen ondersteunen zijn aangenaam verrast. Heel blij. Ik denk ook het aantal aanmeldingen was eigenlijk echt overweldigend. We hoefden niet te zoeken naar mensen die dit wilden doen. Hele enthousiaste, gemotiveerde mensen. Ze hebben vaak een ander beroep gedaan en kiezen heel bewust voor dit vak. Ze ondersteunen de organisaties, ze ondersteunen de huisarts. En als je er te weinig hebt, dan komt de huisarts niet aan de kern van zijn werk toe. Voor patiëntenzorgen. Daarom zijn ze zo belangrijk. Voor werkgevers is het opleiden van een BBL-student dus een goed alternatief om lang openstaande vacatures te vervullen. De organisaties zien het als een oplossing voor nu en een investering voor later. Dus we hopen eigenlijk dat uit te breiden. En het zou mooi zijn als je echt dat die mensen die in de zorg werkt, als je die kan behouden in onze eigen regio. De politie in Nijmegen is op zoek naar de drie jongens die tijdens de Vierdaagse feesten een meisje hebben mishandeld in het Hunnepark. Er is inmiddels een foto verspreid van de jongens waarop ze onherkenbaar zijn gemaakt. De politie geeft hen 1 week de tijd om zich te melden. Anders zullen de foto's nogmaals verspreid worden, maar dan met hun gezichten herkenbaar. Ook aan andere mensen die deze jongens wellicht herkennen, wordt gevraagd melding te doen bij de politie. En dat kan onder het nummer 0900 8844. Het centrale busstation in Nijmegen moet nog voor het einde van het jaar hersteld zijn. Dat meldt de gemeente Nijmegen op verzoek aan RN7. In juli vorig jaar ramde een te hoge vrachtwagen de boog waaraan de informatieborden hangen boven de perrons. Deze werd vervolgens verwijderd, maar is tot de dag van vandaag nog steeds niet teruggeplaatst. De gemeente is inmiddels op zoek naar een leverancier voor een nieuwe soortgelijke constructie. Ja, deze zaterdag gaat de Nijmeegse najaarskermis weer van start. De kermis bestaat 750 jaar en dat wordt gevierd. Om 1 uur 's middags zal burgemeester Bruls de kermis officieel openen en 's avonds zal er een vuurwerkshow te zien zijn aan de Waalkade. Verder wordt het jubileum onder meer gevierd met een straattheater, miniatuurkermis, expositie en een kermis talkshow. De najaarskermis duurt nog tot en met volgende week zondag. Ja, en vanaf aanstaande zondag gaat de nieuwe Nijmeegse Stadshopper rijden. Deze gratis bus rijdt rondjes door het centrum en kan maximaal 4 personen per keer vervoeren. De bus rijdt dagelijks om de 20 minuten tussen 10 en 6 uur 's avonds. Op zondag is dat tussen 12 en 5 uur. Het gaat afhankelijk om een proef tot en met 31 maart 2024.
Een noodlottig ongeval zorgde er deze maand voor dat de 16-jarige Sam uit Beuningen ernstig gewond raakte. Tijdens de storm van 18 september kwam hij met zijn fiets onder een omgevallen boom terecht. Hij brak hierbij zijn beide benen, zijn rechterarm, zijn kaak, zijn jukbeen, neus en liep een gekneusde long op. Sam is momenteel nog volop aan het herstellen, maar zijn fiets is in ieder geval tot en los. Om die reden heeft Linda, de moeder van een vriend van Sam, een crowdfunding opgezet. Ze hoopt voldoende geld op te halen voor een elektrische fiets, zodat Sam straks hopelijk weer voorzichtig aan kan gaan fietsen. Hi Linda, we zitten hier bij jou thuis op de bank. En dat komt omdat jij iets heel liefs bent gestart. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben een crowdfund actie gestart voor Sam. Hij is vorige week maandag onder een boom terechtgekomen. En hij wilde heel graag een nieuwe fiets, omdat deze natuurlijk helemaal gesneuveld is. En daarvoor ben ik deze actie gestart. Wie is Sam precies? Sam is de allerbeste vriend van mijn oudste zoon, Ivan. En ze trekken echt bijna elke dag wel met elkaar op. En hij is nu ook elke dag te vinden in het ziekenhuis. Er gaat geen dag voorbij dat hij niet geweest is daar. En toen ik zaterdag in het ziekenhuis was, was Sam zelf aan het vertellen dus dat hij, als de fiets dan toch kapot is en hij moet een nieuwe. Helaas verzekert de verzekering maar een deel van de kosten voor de fiets van Sam. Om die reden leek het Linda een goed idee Sam en zijn ouders hier een handje bij te helpen. En het opstarten van het fietsen zal nooit 100% gaan. Dus hij moet dat echt natuurlijk rustig aan doen. Hij moet het weer leren. Ja, en dan is een elektrische fiets natuurlijk wel heel fijn. En dat zei hij ook, van nou, ik wil toch wel heel graag dan een elektrische fiets. Als ik dan toch een nieuwe moet, dan een elektrische. Ik heb dat opgeslagen en 's morgens werd ik wakker. En toen dacht ik, ik ga een crowdfunding actie. Ik ga opzoeken wat dat is en hoe ik dat moet opstarten. Ja. En zodoende heb ik het opgestart in overleg met de ouders. Ja, heel dankbaar. Heel dankbaar. Ze was echt heel blij en ze zei meteen, ja, dit is echt super fijn, super lief dat je dit doet. En weet Sam het zelf ook al? Ja, Sam weet het zelf ook. Oh, en hoe heeft hij gereageerd? Hij heeft ook heel enthousiast gereageerd. Ze staan, en net als ik, ook heel versteld over dat er gewoon überhaupt mensen zijn die geld hiervoor doneren. En dat het gewoon het doel steeds dichterbij komt. Ja, want wat is het doel? Hoeveel moet je? Hoeveel? Ja, ik heb hem op €3000 gezet. Okay. Ik dacht, nou, volgens mij kun je daar prima een nieuwe fiets van kopen. En hoeveel is er dan nu nog nodig voor die €3000? We hebben €2222. Daar staat de teller nu op, dus dat is nu opgehaald. En alles wat daar dichtbij in de buurt komt bij de 3000 is natuurlijk mooi meegenomen. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. De komende weken worden er op verschillende plekken in Elst geleidetegels en waarschuwingstegels geplaatst. Dat meldt Stichting Gehandicaptenplatform over Betuwe. Mensen met een visuele beperking kunnen dan wat veiliger weer zelfstandig naar het dorp. En tegelijkertijd doen ze ook een oproep aan iedereen om die tegels vrij te houden en er dus geen fietsen, reclameborden of een terras op te plaatsen. Leer veilig zijn op het internet, speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat is het doel van de bijeenkomst die gemeente Over Betuwe organiseert op 9 oktober in Sociaal Centrum De Wieken in Elst. Het is dan tevens de week van de veiligheid. Middels verschillende sprekers wordt er op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe je veilig op het internet kunt zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via veiligheid@overbetuwe.nl. En de subsidiepot voor de sloop van brom- en snorfietsen is op. Dat meldt de gemeente Nijmegen op Facebook. De gemeente verstrekte de afgelopen tijd subsidie voor de sloop van deze voertuigen, omdat oude modellen binnenkort niet meer in de binnenstad mogen rijden. Mocht er een nieuwe subsidieronde komen, dan meldt de gemeente dit op haar website en via de sociale media. Ja, door de oorlog in Oekraïne zijn veel vrouwen en kinderen uit hun geboorteland gevlucht. En deze zijn onder meer op Nederlandse bodem terechtgekomen. De Oekraïense kunstenares Larissa Rosina heeft een tentoonstelling in Nijmegen opgezet over deze ontheemde vrouwen en heet Oekraïense vrouwen in hun kracht. De kracht van deze vrouwen heeft ze vastgelegd in portretten, in combinatie met bloemen die geen grond nodig hebben om te leven, maar zelf groeien op planten en takken.
I met a friend, a close friend of mine. She's a florist. Sure. So she was telling me a lot of stories about flowers, how it goes. Also, she told me about these epitite flowers. Mm-hmm. And that's how idea came into my mind. For me, it was interesting to realize that normally people think that orchids or other epitites are very fragile. They look very fragile. But actually, they're very strong, maybe stronger than other plants, which seem to be stronger. And that's how I often hear that, oh, Ukrainian women are so fragile. But actually, we look fragile, but in the end, we are very strong. Voor het vervolg van haar tentoonstelling heeft ze meerdere Oekraïense vrouwen geïnterviewd om hun verhalen te horen. And I wanted to see, is there something similar? What actually happened? Because normally we don't have time to speak about it. We have so much on our minds. And then I've been asking them the same questions. And in the end, we realized that all stories are similar with the idea that tragic background and tragic circumstances made all of them blooming in a way. Dit jaar heeft ze via galeriehoudster Anita van Kempen het derde deel van haar project gemaakt. Glastegels met deeltjes van een raket uit Kiev erin. De opbrengst hiervan gaat weer terug voor de opbouw van Oekraïne. So actually they're a source of tragedy. Somebody lost their home, somebody lost legs, arms, kids, parents. So I took these pieces of tragedy which have energy of destruction, and I wanted to kind of renovate, change the energy of destruction into energy of creation. And they are all in a way happy that they managed so many things and they still keep going and blooming and living and shining. So they were all happy in a way, and they keep living faster, and they make decisions faster, and they manage so many things in a different, in a hard circumstances, that it's unbelievable how much you already did and you keep doing things. So okay. Yeah, so the quote which helps me now on the way is let everything happen to you, beauty and terror, no feeling is final, just keep going. So that's how I try to move forward. Ja, het kleine beetje voorspelde regen kregen we vanmiddag in één keer over ons heen. Alsof er een emmer werd leeggegooid. Maar goed, dan hebben we het ook wel weer even gehad. Vanavond en vannacht krijgen we dan ook met opklaringen te maken. En ook morgen belooft een rustige dag te worden. Het blijft droog. De meeste zon in het land is ook voor onze regio voorspeld. En morgen wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Daarna loopt de temperatuur nog wat verder op met 23 graden op zondag en zelfs 4 of 25 graden op maandag. Op zondag gaat dat ook nog gepaard met de nodige zonuren, maar de maandag zal helaas vrij bewolkt verlopen. En tot zover het RN7 regennieuws van vrijdag 29 september. Nu op RN7 zie je een korte NEC-update richting de derby van zondag met Bart van Rooij erin. En natuurlijk een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. Alle voorgaande afleveringen en andere programma's zijn altijd terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Wij zijn er maandag weer. Een heel fijn weekend.